Ja, Jurjan, eerste helft. Jullie hebben trouwens 4-1 gewonnen. Dus de einduitslag, daar komen we dadelijk wel op. Ik heb even een samenvatting gemaakt van de eerste helft. Sportlust was een goed voetballende ploeg. Ook de meeste kansen en mogelijkheden gehad. Tegen de Voudingen komen jullie op 1-0. Vlak daarna werd het 2-0. En toen was Sportlust een beetje de weg kwijt. En daar goed doorzetten, Jasper. Voorzet 3-0. Ik dat goed omschreven. Nou ja, dat eerste deel inderdaad, dat Sportlust meer de bal had. Ik moet zeggen, de eerste 20 minuten hadden we het best wel moeilijk. Er zat hem in een aantal dingen dat Sportlust enorm veel energie in de wedstrijd bracht. Michel ietsjes meer dan ons. Veel lopende mensen hadden. Die 16 die ongelooflijke vaardig en goede speler veel aan de bal kwam. En waarin wij, wat veel, vond ik, te afwachtend waren. Buiten dat hebben zij volgens mij niet veel echte kansen gehad. Aantal schoten, die overgingen. Ja. Dus dat. En na 20 minuten, of na een kwartier, hè, brengen we ietsjes meer druk naar voren. Hè. Ook aangegeven van de kant van jongens, we moeten met Hakim, met Jasper, eerder druk zetten op die rechter en linker centrale van hun. Hè. Zij spelen hè, met 5 achterop. Dus meer en sneller druk op die linker en rechter van die drie centrale. Waardoor die ballen onder druk moeten gaan spelen en eerder doorstappen met onze backs. En dan neem je wat risico omdat je het gewoon 1-1 neerzet. Maar ja, dat hadden we daar goed staan. En uiteindelijk zijn we inderdaad, wat je aangeeft, zijn we enorm effectief. Ook aangegeven deze week met elkaar van jongens, de 2 kansen, 2 goals. Drie kansen, 3 goals, 2 goals. Er moeten goals gemaakt worden. Oh, en daar hebben ze wel... Dat hebben ze wel goed overgenomen, moet ik zeggen. Want volgens mij hebben we de eerste helft 3,5 kans gehad. Hè? Die eerste met Givan, waar de keeper goed uitkomt. En dan komen we 3 keer voor de goal en liggen er 3 in en staat er 3-0. Maar daar gaat het wel om, hè, doelpunten maken. Uiteindelijk gaat het daarom en daar ben ik ook hartstikke tevreden mee. En ook in de rust aangegeven als eerste van ja, dit is wel wat het moet zijn. Zo scherp voor de goal zijn, killen met elkaar. Ja, en dan sta je 3-0 voor. Ja, dan ga je inderdaad de rust in, maar je waarschuwt ze neem ik aan ook, omdat het toch een goed voetballende ploeg is. Ja, tuurlijk. Je hebt te maken met een tegenstander wat gewoon een hartstikke goede tegenstander is. Niet alleen veel voetbal brengt, maar ook veel energie brengt. In het omschakelen, als zij hem hebben en ze verliezen hem, die direct weer vol bovenop zitten. Je waarschuwt ze zeker. En dan sta je volgens mij na 50 minuten en wordt het 3-1. Moet hem terugzien, maar in mijn ogen is het een overtreding op Anthony. Maar ja, dat moet ik terugzien. Scheids bepaalt anders, oké, dan moeten we door. En heeft de tweede helft Sportlust misschien wel wat meer de bal. En zijn ze misschien wel wat dwingender, maar... Weinig kansen. Ik moet zeggen dat we het gewoon ongelooflijk goed hadden staan. En een echte teamprestatie hebben geleverd vandaag met elkaar. En daar ben ik enorm blij mee. Je kon ook merken na die 3-1 dat de jongens kregen er weer geloof in van Sportlust. Maar daardoor krijgen jullie meer ruimte. Ja, als je op een gegeven moment zag de tweede helft. Voor mij al vrij vroeg in de tweede helft. Als zij hem verloren, dat ze met z'n allen vol naar voren stapten. En er kwam zoveel ruimte daarachter te liggen. Voor mij was het toen Hakim die even op de grond lag. En wat jongens aan de zijkant. Ze hebben ook aangegeven van scherp blijven daar met elkaar. Zorgvuldig. En dan kun je zo nog 2, 3, 4... Misschien wel 5 keer voor de goal komen. Hè? Want daar lieten ze heel veel liggen. Nou ja, en dan maken we ook uiteindelijk maken wij daar de goal uit met Givan. En ook een prima goal van Givan was. Dus zeer tevreden. Ja, want Givan zei al van hij kreeg hem van Reinders. Een mooie strakke paas. Ja. En Hakim die liep weg. Dus de verdedigers waren aan het twijfelen. Nou, hij krijgt de bal. Ja, dan kan je wel zien dat het de spits is hoor. Ja, nou, maar wel vaker aangegeven. Het echte spits. Hè? Komt hij in de 16. Dan is hij ongelooflijk gevaarlijk en is het 9 van de 10 keer een doelpunt. Wat ik zeg, die derde goal van hem dan, onze vierde, ja, die maakt hij ook wel erg goed af hoor. Nog wel vrij lastig daar, hè, met zijn linker meende ik. Goeie goal, ja. Ja, 4-1 dan is het echt afgelopen, maar wat jij ook terecht zet is een echte teamprestatie. Nou ja, echt afgelopen weet ik niet, want je hebt te maken met nogmaals een hartstikke goede tegenstander. En natuurlijk hè, is het 3 doelpunten verschil en hebben we het goed staan. Maar ja, je weet maar nooit hoe het kan lopen. Het is pas afgelopen als de scheidsrechter heeft gefloten.
Dus we moesten het met elkaar bezig blijven. In het verdedigende, aan de bal. Ja, nogmaals, een geweldige teamprestatie. Ook centraal het duo stond ook fantastisch, of niet? Prima, prima. We nemen daar best wel veel risico. Normaal gesproken zou je dat risico zeggen, of risico vinden. Dat je daar gewoon vol 1-op-1 zet tegen twee aardige spitsen. Maar ja, daar kiezen wij voor. En we zijn daarin ook eigenlijk niet eens in de problemen gekomen. Dus niet alleen het centrale duo, maar we hebben het met elkaar. Hebben we het erg goed gedaan vandaag. Oké, 4-1 tegen een hele, tegen een goed, goed team, zeg maar. Ja, is toch zeer verdienstelijk. En jullie staan op de derde plek op dit moment. Oh ja, nou, dat is mooi. Uiteindelijk gaat het cliché, wedstrijd voor wedstrijd, et cetera, et cetera. Maar we hebben vandaag goed gedaan tegen een goede tegenstander, wat je terecht zegt. En een goede overwinning behaald. En door naar volgende week. Ja, dan ben ik er ook weer bij. Ik zal niet zo vaak meer verzaken, want dan wordt het niet echt vaak gewonnen. Dus volgende week ben ik er weer bij en dan hoop ik je na de tijd weer vrolijk voor me te zien. Helemaal goed, Leo. Goed weekend. Dankjewel, jij ook.